Welkom bij weer een nieuwe video van CryptoFocus en leuk dat je weer kijkt. Hey, we gaan het hebben vandaag over DCA, Dollar Cost Average. Het is alweer dik 3 maanden geleden sinds de laatste video erover en toen stonden we 300% in de winst. Mocht je die video nog niet gezien hebben, zorg zeker dat je die even gaat kijken. In die video gaan we echt diep eigenlijk in hoe DCA werkt, wat het is. En ik laat aan de hand van allerlei tabellen en berekeningen zien waarom het echt een hele veilige en goede manier van beleggen is. In deze video gaan we daar helemaal niet zo diep op in. We gaan ook helemaal niet behandelen wat het nou allemaal precies is en hoe het werkt. Dan zou je toch echt even die video's moeten gaan bekijken. Maar in deze video gaan we kijken hoe we er nu voor staan. En ik wil ook gaan behandelen wat nou de beste DCA manier is. Door elke dag een beetje te kopen, door elke week of elke 2 weken of elke maand. Ja, hoe hou je nou aan het eind van de rit na een paar jaar investeren eigenlijk het meeste bitcoin over? En dan heb je dus de meeste winst. Nou, dat gaan we behandelen aan de hand van wat tabellen te bekijken. En het meest interessante misschien wel van deze video. Ik ben gestopt met mijn DCA handmatig te gaan doen. En ik heb het uit handen gegeven aan een DCA bot. Nou, in deze video gaan we behandelen waar ik dat doe, hoe ik dat doe en al dat soort dingetjes. Maar voordat we daar dus allemaal gaan beginnen. Mocht je nog niet bekend zijn bij mijn YouTube kanaal. Zorg even dat je op abonneren drukt. En wil je mij supporten op de meest simpele manieren. Zorg dan even dat je een like achterlaat. En heb je vragen, stel ze gerust. En ik probeer ze eigenlijk altijd wel te beantwoorden. Dat allemaal gezegd hebbende, laten we beginnen. Als allereerst laten we even naar de DCA sheet gaan. Ja, zoals ik net al zei, we hebben dus het afgelopen jaar, anderhalf jaar, elke 2 weken netjes 50 euro gelegd. In return kregen we daar elke keer weer een beetje bitcoin voor. Nou, uiteindelijk zijn we natuurlijk een jaar tot anderhalf jaar verder en dat heeft ons op dit moment een inleg van 2300 euro gekost en in return hebben wij daarvoor 0,2578 bitcoin gekregen. En ik heb net even uitgerekend wat dat dus vandaag de dag waard is en als we hier dus even kijken, 0,2578 bitcoin is op dit moment 12.650 euro waard en dat komt dus neer op een 550% winst. Ja. Als je het mij vraagt, dat zijn fantastische resultaten natuurlijk. Als je in zo'n korte tijdsperiode, wat ik noem met zo'n belegging van een jaar tot anderhalf jaar, dat noem ik kort, eigenlijk nog best kort investeren. En dan zulke returns hebt, dat is natuurlijk fantastisch. Dus dit bewijst in ieder geval dat DCA met Bitcoin een hele veilige en goede manier van beleggen is. En het haalt de gehele emotie uit eigenlijk uit het beleggen. Dus mocht je een slechte trader of wat dan ook zijn, dan is dit misschien wel de manier voor jou. En zou ik je dit zeker aanraden om hier eens naar te gaan kijken. En zoals ik dus in deze video ga laten zien, als je geen zin hebt om dat handmatig te doen, dan kan je dus even verder kijken, blijven kijken. En dan laat ik je zien hoe dat dus automatisch kan met een DCA bot. Maar voordat we daar gaan beginnen, wil ik nog even iets anders snel met je meegeven. Want wat is nou die beste manier om jouw DCA te gaan doen? Is dat nou dus door dagelijks te investeren, wekelijks of elke 2 weken of maandelijks? En ik heb hetzelfde afgelopen jaar tot anderhalf jaar, dus elke 2 weken gedaan. Maar wat is nou het handigst? Nou, laten we zeggen dat we $300 willen investeren elke maand. Maar die $300 kunnen we dus opsplitten. Hoe willen we dat dan gaan doen? Eigenlijk via deze site dcabitso.btc.com kan je het heel makkelijk berekenen en bekijken. Als je $10 zou inleggen en je zou dat elke dag doen en als je dat voor de afgelopen 3 jaar had gedaan, dan heb je een inleg van $10.960 met een return van $82.695. Als we dan eventjes doorklikken en we kijken naar de volgende, dan zie je dat ik je dus, als je het over wekelijks zou verspreiden, dan kom je dus op $75. $75 wekelijks over een tijdsperiode van 3 jaar, dan kom je dus in een belegging van $11.775. En een winst, of tenminste wat het dan vandaag de dag waard zou zijn, is $94.575. Gaan we door naar de every 2 weeks. Oftewel, je legt elke 2 weken $150 neer voor de afgelopen 3 jaar. Je ziet dat je inleg is nog steeds ongeveer evenveel. En je return is ook ongeveer evenveel. En dan gaan we naar de allerlaatste. Je legt dus elke maand $300 in voor de 3 jaar lang. En je ziet dat je inleg is ook weer zo rond de 10.800. Maar je return is een stuk laag. Oftewel $69.000. Hoe komt dit nou? Eigenlijk heel simpel. Doordat je dus elke week of elke 2 weken, wat dus het beste is, wat je hier kan zien. Kijk, je ziet het. De return is 94.000 en als je het dagelijks doet,
is het minder. En als je het maandelijks doet, is het ook minder. Maar hoe komt dat nou dat dus dat wekelijks of maandelijks investeren het beste is? Nou, als je sowieso bedenkt dat je als je het dagelijks zou doen, dan heb je een hele hoop fees ook die er natuurlijk bij komen kijken. Nou, als je het dus wekelijks of 2 weken doet, dan heb je dus veel meer kans om die swings, dus ook de bodems naar beneden te pakken. En je wil natuurlijk altijd kopen wanneer de prijs zakt. Dat is altijd het fijnste, want ja, tenminste dat is wat ik geloof, dat Bitcoin altijd wel weer gaat stijgen. Want ik geloof dat Bitcoin nog een lange weg te gaan heeft en dat de toekomst voor Bitcoin heel mooi zal zijn. En dat de prijs daar ook nog bij komt kijken, die dus veel hoger zal zijn. Dat is in ieder geval wat ik geloof, geen financieel advies. Maar dat zorgt er dus voor dat als je het elke week of elke 2 weken doet, dat op het moment dat de prijs zakt, dat er een veel grotere kans is dat jij hem ook in een drop, met een, ja, oftewel eigenlijk in de aanbieding koopt. Het kan dus zomaar zijn als je elke maand koopt, dat bijvoorbeeld de prijs al een week lang aan het zakken is. Maar op het moment dat jij bijna moet gaan kopen, dat die maand eraan komt, die dag dat jij moet gaan kopen, dat de prijs dan weer aan het stijgen is. Dus het kan zomaar zijn dat je heel veel bodems mist. En daarom is het dus aan te raden om in ieder geval elke week of elke 2 weken te investeren. Dat is ook wat ik doe. En dat kan ik je dus in ieder geval wel aanraden. Ja, dat kan je in ieder geval via deze site goed controleren. Hey, dat allemaal gezegd hebben, laten we naar de bot gaan die ik nu gebruik. Je ziet het, we zitten hier op Pionex of hoe je het ook mag uitspreken. In ieder geval, ik kan je vertellen, het is een super fijn platform. Ik gebruik het pas sinds een paar dagen. Ik heb op dit moment 4 bots openstaan. En er gaan nog veel meer bots draaien hier zo. En ik ga er een hoop video's over maken. Ik vind het een heel fijn platform. En het allermooiste is, het platform is geheel gratis. Dus dat is helemaal fijn. Dus dat kan je gewoon gebruiken. Nou, ik zal je in ieder geval laten zien hoe het werkt, hoe het platform gaat werken en hoe het allemaal in elkaar zit in de aankomende video's. Daar wil ik allemaal nu niet te diep op ingaan. Ik wil alleen even snel laten zien hoe de DCA-bot werkt en dat hij dus mogelijk is. En dat wil ik eigenlijk alleen voor deze video gaan doen. Nou, je ziet het hier staan, de DCA-bot draait op dit moment. Je ziet het, ik heb een investment van $59 nog wat. Tenminste, het was iets meer zelfs, alleen we staan wat in het verlies op dit moment, 2,7%. Maar hoe werkt het nou? Nou, je klikt op trade en je gaat naar beneden en dan zie je eigenlijk hier alle bots die je kan gebruiken. Nogmaals, er komen een hoop video's over binnenkort, maar als allereerst de DCA bot. Je klikt op create en je moet eigenlijk je coin gaan uitkiezen. Nou, nogmaals, ik doe mijn DCA in Bitcoin. Ik wil alleen maar Bitcoin DCA'en. Wil je een andere coin doen? Hey, dat moet je helemaal zelf weten. Dat kan ook. Je kan hem hier zoeken. In ieder geval, dan moet je je timeframe gaan kiezen. Je ziet het hier staan. Je kan elke 10 minuten gaan kopen. Je kan elk uur, elk 4 uur. Nou ja, je ziet ze staan. Je kan elke dag, elke week of elke maand investeren. Ik doe dus elke week. Dat heb ik nu ingesteld. Dan kan je invullen hoeveel je wil doen. Ik heb die van mijzelf op dit moment op $60 staan. Je ziet, even kijken, nou, je doet hier bijvoorbeeld je $60 invullen. Je ziet available balance. Bij mij is er dus op dit moment genoeg op het account. En dan zie je hier je commission fee. Oftewel, elke trade die je hier doet kost je 0,05%. Oftewel, hele lage fees hier. Ook dat is heel fijn. Oké, als je dat allemaal hebt ingevuld en je drukt op start, dan zal je dus je DCA-bot starten. Als je dat doet, wees dan bewust dat de bot meteen start, oftewel gelijk je eerste inleg doet. Dus wil je dat die op een andere dag of op een ander moment start, wacht dan even. Maar in ieder geval, weet dus dat die meteen start. Nou, bij mij is die natuurlijk al gestart, dus ik ga er niet nog eentje starten, maar we kunnen wel even naar de details kijken. Je ziet hier de details. Je ziet dus op dit moment het balans in mijn DCA-bot. Je ziet dus ook dat we een verlies hebben van 2,8%, oftewel $1,60. Je ziet hier een countdown, oftewel over 143 uur en 29 minuten, oftewel over een week, ongeveer iets minder, gaat hij dus weer kopen. Nou, je ziet hier dat hij dan dus voor $60 gaat kopen en dat doet hij dus elke week. Nou, al dat soort informatie kan je hier dus uithalen. Nou, wat zien we hier nog meer? We zien hier dus de prijs van de Bitcoin van de afgelopen dagen. En je ziet hier het groene puntje, dat was ons koopmoment, dus dat was een dag geleden. Nou, dat kan je dus mooi zien over 30 dagen, maar bij mij zie je dus nog maar één puntje, één groen puntje, want hij heeft pas 1 keer gekocht. Je ziet hier ook je transactiegeschiedenis en ook hier zie je dus dat we nog maar 1 keer gekocht hebben. Nou, al dat soort informatie kan je dus heel netjes hier allemaal uithalen. Dus als je het mij vraagt, het ziet er allemaal super gelikt uit en het is eigenlijk een hele fijne DCA-bot. En het neemt dus een hele hoop werk voor je uit handen.
Dus nogmaals, zeker aan te raden. Mocht je hier ook gebruik van willen maken van dit platform, ik heb een reflink, hoef je niet te gebruiken, mag wel. Het support me op de meest simpele manier. Tof als je het doet, maar het hoeft niet. Hey, nogmaals, voor nu dan ook, bedankt voor het kijken. Dit was het van mij uit en ik zie jullie weer in de volgende video.